Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk eens van IMT, vandaag een nieuwe aflevering van Triepganger Nobody Exposed weer samen met Mark. En we gaan heel snel beginnen, want ik ben nu aan het laden, Mark. Hallo. Ik zit nu eens recht ervoor zelfs. Oké, daar gaan we. Oké, heb je kabels? Als het lampje aangaat? Dus voor de mensen die weten, ik heb kabels, 2 keer. Oké. Zien. Hoeveel kabels zijn er bij de eerste? 6. Oké. Zijn de yellow wires? Ja, 1. Oké. Okay. Is er ook een witte kabel? Ja, eentje. Oh. Oh, nee. And there is more than one. Nee. Zijn de red wires? Ja, eentje. God, jezus. Even zien. Wacht wel. De vierde kabel moet je hebben, als het goed is. Ja, oké, de volgende kabels. Ik heb een gele en meerdere witte. Hoeveel zijn het in totaal? 2. Alles. 6. Voor precies zo verder. Dus een gele... 2 witte en 3 zwarte. Otherwise, if there is exactly one yellow wire and there is more than one white wire, cut the fourth wire. Dus dan moet je weer de 4 kabel aan. Oké, laten we snel beginnen met de volgende, met die buttons. Yes, ik heb één met een rode button, met waarop staat detonate. Oké, even zien. Hoeveel batterijen zijn er? Geen. Oké, even zien. There is more than one battery on the bomb. The bomb button says detonate. Nee, dat moet niet hem. If none of the above apply, hold the button and refer to releasing a help button. Dus dan moet je gewoon vasthouden. Wat is? Blauw. Oké, blauw. Release when the countertimer has a 4. Oh, dan ben je position. Net te laat. Fuck. 10 seconden wachten. Oké. Ja. Kun je dan... Ander is wit en is hold. Wit en hold. Is het button blue? Button is white. Het is. There is a lit indicator with label car. Is dat er om de bom heen? Ja. Oké, dan moet je de button vasthouden. Geel. 5 in any position. Ah shit, net laten we loslaten. Ik zal precies op 5 dit zei. Maar hij sprong daar net over. Okay. Yep, dan. Next. Die rare tekentjes allemaal. Keypads, oké. Welke heb je? Ik heb een ster die gevuld is. Een zwarte ster. Ja. Een soort drietand. Drietand, lekker ja. Lekker een W. Ja, een B met een T erin. Ja. En een C met een punt erin. Oké. Je moet als eerste de drietand hebben. Ja. Dan de B. Ja. C en dan een sterretje. Oké, volgende. Ik heb het copyright logo. Copyright. Dat is toch... C met een cirkel erin, ja. Ja. Het ster die wit is. Ja. Een X met een I in het midden. Ja. En een soort C met zo'n lange dingetje aan de onderkant. Oké. Je moet als eerste de copyright ding hebben. Ja. Dan de C met de O. C-O. Ja, en dan de... C-O. Ja, dat C met dat cirkel. Cirkel, nee. Oh, dan C met cirkel, dat zei ik helemaal niet eens. Oh, dan heb ik het verkeerd verstaan. Een C met zo'n I aan de onderkant. Zo'n cirkel. Oh. Ik dacht, je zei cirkel. Dan is het de X met een I. Ja. Dan de cirkel en dan een sterretje. Ja, dan... 27.36 seconden over. Oeh. Voor de mensen die in de gaten hadden, ik had een Windows XP Soundpack geïnstalleerd. Zo de hele tijd. Tidim. Maar ik weet nu in ieder geval hoe ik die keypads in ieder geval moet oplossen. Dat is wel fijn. Hoe dan? Nou, je ziet dat ze in verschillende rijen staat bij de manual. En ja? Als je dan goed gaat kijken en je ziet
bijvoorbeeld een van die keys die ik dan bijvoorbeeld op ga noemen, staat in een van die rijen, dan moet het als het goed zijn dat de anderen ook in die rij staan. Van boven naar beneden. En dan moet je vooral van boven naar beneden oplezen. Van boven naar beneden. Dus eerst van boven naar beneden en dan eentje naar rechts. Nou, dat niet. Je hoeft ze niet naar rechts te doen. Als je gewoon weet welke rij je moet hebben, van boven naar beneden. Oh, die staan er gewoon allemaal in? Ja, die staat er gewoon in één rij. Oh, zo moet je dus lezen. Ja. Nog niks, ik ben aan de ladder. Als het eens donker is, kun je zien wat er overop staat. Even kijken. Nee, ik kan er niks uit maken. Oké, okay. We gaan gewoon beginnen bij de kabels. Oké, okay, hoeveel kabels? 6. Zijn er gele? Nee. If there are no yellow wires and the last digit of the serial number is odd, cut the third wire. De wat? De digit nummer is? Is odd, dus oneven. En dan mag je de derde kabel knippen. Dan, oké. Okay. Volgende kabels. Ik heb 6 kabels. En is geel? Er zit geen geel in, dus dan moet ik best wel even zelf doen. Dan, oké. Okay. Ik heb 2 buttons. En ze zijn allebei rood met detonate. De button is blue? Nee, if there's more than one battery. Is er meer dan 1 batterij? Kijk, zie je. Nee, 1. Precies, 1. Oké. Okay. Hij was rood, hè? Ja. Hoeveel batterijen zijn er? 1, toch? Ja, eentje. Goed heb gekeken. Ja. If the button is say nee, ook niet. Oké, okay, je mag ze indrukken en houden. Wit. En 1 in elke positie. Oké, okay, even wachten. Hebben die anderen hetzelfde? Oké, okay, dat is de eerste. Die is geel. 5. In elke positie. Oh. Ik moet even wachten, want we gingen net van 5 naar 4. Rip. Dan, symbolen. Begin maar. Ik heb een P die is omgekeerd en er zit zo'n... Dat is een Q, bedoel jij? Ja, een soort Q. Oh, een mol bedoel jij. Volgens mij heet die mol. Geen idee, maar het lijkt een beetje op een vlaggetje. Ja? Ik heb een X met een I erin, met zo'n haakje. Een X met een I was makkelijker. Ja. En dan zo'n I met een streepje, driehoek en een E. Wacht even, een I? Ja, aan de linkerkant. Oh, een I met een driehoek en een euroteken. Ja, en dan nog een vraagteken die op de kop zit. Oké, okay, dan mag je beginnen met dat vlaggetje met die Q. Ja. En een I met die driehoek. Ja. X. En dan de vraagteken. Ja. Oké, okay. Eentje. Even zien. We hebben een O met een streepje eronder. O met een streepje. Dat is één die ik gevonden heb. De omgekeerde E met een dubbele punt er bovenop. Euroteken. Ja, ook goed. Een C met een cirkel eraan. C met een cirkel, C met een rondje met een O. Ja, ook goed. Is makkelijker. En een witte ster, dus die niet... Mag ik met die euroteken beginnen? Ja. De Q? Ja. De C met de O? Ja. En een ster. Dan. Hoe lang? 1 minuut 54. Kijk, zie je nou wel goede instructies kan geven? Ja. Dat ging goed. Ik had wel lekker tempo erin, zeg. Zeker. What happened? Refused. Time remaining. 1 minuut 54. Best time. Dan. Nou, dat was geen makkelijk deze keer. Ja, ging heel makkelijk. En nu we ook weten hoe we die symbolen moeten gaan gebruiken, is het ook weer heel makkelijk. Ja, dat scheelde echt zoveel. Ja, learn as you go, zegt ze dan. Ja, staat natuurlijk niet echt duidelijk uitgelegd, maar... Maar in ieder geval, laat een like achter, niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg! Doeg!